Ja, een goedemorgen, lieve vrienden. Het is dinsdag, het is de 27e februari en het is 11:29. Ik ben al buiten geweest met mijn biertjes. Ja, en ik heb lekker even wat kunnen uitslapen, tenminste wat heet. Ik werd vanochtend vroeg al om 5:10 wakker geappt. Ja, dat dacht ik ook. Van wat is dit? Wat een tijd. Nou, dat was dus een jongen die wij toen nog, met Pokémon Go hebben leren kennen. Bij ons, bij de onderzeeboot, wat een museum is. En die jongen die doet voor ons, nu voor mij, altijd de container bij de weg zetten als de dag erop de vuilnisman komt. Nou zit hij met zijn kont in Ierland. Ja, bij zijn vriendinnetje. Hoe vind je dat dan? Zou die te vader vragen? Ja, ho, wacht. Moet ik al die tijd wachten tot ik een antwoord krijg? Maar moet ik zelf ook even aan een ander zien te proberen te vragen? Ja, hoe doe je dat? Nou ja, ik heb hier ook wel mensen wonen in de buurt die dat misschien wel willen doen. Maar zeker weten doe ik dat niet. En ja, en anders moet. Ik heb proberen zelf te doen, maar hij is echt vol. En die van het bak is ook vol. Dus die moet er nog bij in gepropt worden. Ja, dus dat gaan we straks ook even doen. Ja, jullie zien me niet. Oh, ik krijg zo'n lamme arm. Ja, maar dat doet er niet toe. Oh ja, ja, ik ga zo de tafel weer proberen te veranderen. Want ik heb 2 tafelzeilen en dat is allebei voor de paarsen bestemd eigenlijk. Maar ja, die eigenlijk minder dan die. Dus ik denk dat ik die eerst probeer en die is ook veel groter dan die. Dus misschien kan ik die gebruiken voor op die hele grote ronde tafel. Nou, dat is mijn kruik. Maar ja, dat is gewoon ja. We zullen het zien, want het is ook nog geen paarse. Dat is pas 1 april. Nou, dat duurt nog meer dan een maand. Ja. Ja, wie verzint dat? 1 april. Eerste paarsdag. Tjonge, nog een toe. Maar ja, lieve vrienden, ik ga dat even doen. Dan laat ik het jullie weer eventjes zien. En ik maak gelijk even een bakje koffie. Dus ja, dan heb ik even wat te doen. En een broodje. Ik ga 3 dingen tegelijk doen. Hoe vinden jullie dat? Goed, hè? Dus... tot straks. Mijn hondje, hé schat. Lief, jij. Is toch lief of niet dan? Ja, ik wou niet zeggen, kunnen we niet meer kwispelen. Je toch. Ja, en het is nog steeds dinsdag. Het is 14:27 en we leven nog steeds op de 27e februari. Mijn begeleidster is net weg. Ik ga nog even 1 bak koffie doen. Daarna nemen jullie gewoon mee het mooie weer in, de kou in. Even boodschapjes doen. Dus ik zet jullie weer boven op mijn spiegel. En dan gaan we weer lekker even de hort op. Dus ja, wie weet wordt het een leuk ritje. Wie weet ook weer niet. Ja, want het is koud. Dat is een ding wat zeker is. Ja. Dus komt allemaal goed. Ik zie jullie wel zelf weer als we weer terug zijn. Dus ik zou zeggen straks veel plezier met de rit.
Ja, ja, schaatsen. Daar ging je schaatsen. Maar ja, dat is tweedehands. Wat is dat voor een rode balk in mijn scherm van mijn telefoon? Weet ik niet. Oh. Kan je erdoor? Ja, kan. Geen internet, zegt hij. Begrijp ik ook niet. Even een moment. Want hij staat niet op wifi. Dus dat begrijp ik niet. Oh, wacht even. Oh. Het is koud. Maar ja, ik heb geen handschoenen aan, dus het is mijn eigen schoen. En ik heb ze wel bij me. Maar ja, ik moet mijn handen vrij hebben. Kindje, kijk uit. Het is min 1 en het voelt aan als min 8 en dan rijd ik zonder handschoenen. Halleluja. Maar ja, ik doe ze toch even aan. Ik doe ze wel even aan. Oh. Ja, waarom had ik ze nog niet aan? Nou ja, vanwege die Pokémon, hè. Ik moet, hoe heet dat? Ballen halen. En ja, ik heb wel van die handschoenen, maar dat werkt toch niet. Ik vind dat niet prettig werken. Dus dan moet je maar even hard zijn voor jezelf. Even zo. Zo, handschoentjes zijn aan. Dan gaan we verder, want ik moet naar de bank. En daar mag ik niet vloggen. Dus dat doe ik jullie even uit. Zo. Hier tussendoor? Ja. En dan moet ik jullie uitzetten. Ja. Zo, en dan waren we weer klaar bij de bank en dan gaan we weer verder.
En dan boodschapjes doen. Ik rij rechtdoor. Want ik wil even naar de Xenos toe. Denk ik. Eventjes koekeloeren daar. Want ik wil nog eventjes een paaskleed voor op mijn salontafel. Gaat andere bloemen, hè, voor dinsdag? Gaat die andere? Ja, want de bloemen waren nog niet binnen. Oké. Okay. Maar het is gelukt verder. Dus het is gelukt, ja? Ja. Okay. Enkel jaar hoop tranen, hoop verdriet. Maar je kan het volgen, hè, je weet het. Het staat al op YouTube. Nou, helemaal goed. Oké. Okay. Vioolwandhangers. Kun je aan de schutting hangen. Wel een leuk gezicht. Maar duur. Nee, dat hoef ik niet. Ja, ja. Nou, dan hoop ik dat ik er door kan. Ja, dat gaat. Nou, ik zie je vrijdag, hè? Ja. Vrijdag, hè? Ja. En dan hebben we nog een bloemis. Een hele grote, maar dat is ook curieus en alles. Ja. Meubels aan toe. Alles hebben ze. Maar ja, daar gaan wij niet naartoe. Nee, dat doen we niet. We gaan gewoon naar de Xenos. Ja, ja. Eventjes daar koekeloeren. En dan zijn we hier bij de Xenos aangeland. En dan gaan we eventjes, even eens, twee. Hoi man. Koud, hè? Ja, dat heeft mijn mannetje nog bedacht, hè? Hiro. Ja, ik werk s'nachts, dan is het koud. Ja. Maar donderdag als goed is de koudste dag. Ja, klopt. Zo'n temperatuur hier omhoog. Ja. Nou, rotweek achter de rug. Ja? Ja, mijn schoonmoeder is ook overleden. Daar hebben we afgelopen dinsdag het as van uitgestrooid gedeelte. Afgelopen zondag was Jack alweer een jaar weg. Ja, oh man. Maar ja, ik vlog gewoon door. Ook dat kun je dus allemaal zien op YouTube. Het leven gaat door, dus ook dat. En het is gewoon puur de waarheid. En ik ben wie ik ben. En ik zet dat ook op de vlog. Dan mogen dat van mijn zin, ik heb niks te verbergen. Hé, wat bij jullie vrienden. Zo is dat. Maar ik ga nou wel naar binnen, want ik moet nog boodschappen doen. En mijn hondjes alleen. Ja, dan... En die heeft de kap op, dus die kan nou ook niet bij zijn waterbak. Dus. Jij moet wachten op je vrouwtje? Ik moet een rietje geven. Nee. Maar jij wacht op je vrouwtje? Nee, nee, nee. Oh? Nee. Nou, dan ga ik zelf boodschappen doen en dan ga ik lekker mijn bedje en dan moet ik dadelijk weer werken. Oh ja, waar werk je op? Ik zag afgelopen dinsdag dat wij naar de dijk gingen. Toen was het rood weer, was mistig. Ja, ik zag Texel amper leggen. Ja. Toen lag de veerboot ook heel raar. Die lag ook in de lengte van de dijk mee. Afgelopen dinsdag? Ja. Ja, dat lijkt me zo, hè? Lijkt op me ja, zo? Hij blijft daar liggen? Nee, dat lijkt me. Oh. Gezicht? Gezichtsbedrog? Oh. Nou, we vonden het zo vreemd, want toen liepen wij dus naar de pier, naar Landsend. Ja, toch? Landsend inderdaad, toch? Ja. Ja. Daar hebben we een gedeelte van mijn schoonmoeder had getrooid, net als bij Jack. Als die boot deze kant aankomt, ja? Dan gaat hij met de stroom gaat hij mee. Hij gaat eerst klimmen,
Ja? Dan gaat hij met stroom mee. Dan is dit voor het eerst. Dan denk ik dat hij stil ligt, maar hij ligt echt niet stil. En dan is dit voor het eerst dat wij dit hebben gezien. Ja. Normaal is hij zo wel met een bocht, maar toch op de helder aankomen. Ja, maar dan kijk je onder een hele andere hoek. Ja. De veerhaven die ligt zo en jullie staan misschien zo. Ja. Ja, en dan lijkt het net of je de verkeerde kant op gaat. Een heleboel mensen die denken dat. Ja, en tot vier maal aan toe een zeehondje boven water. Ja, klopt. Die komen regelmatig boven water. Ja, nou. En straks in de zomerperiode, als het hier een beetje warm begint te worden, in de lente eigenlijk, bij die kotters leggen, bij het nieuwe werk. Daar hebben we Bertus. Daar hebben we Bertus nog steeds. Ja. Maar nou ook, het is gewoon puur toeval. Je loopt daar, ik rij met de strooibus van mijn schoonmoeder ervoor in en bloemen bij ons. Dat heeft dan toch wat te betekenen, zulke soort dingen. Juist op zulke soort momenten zie je dingen. Je komt ze regelmatig tegen. Nou, ik had het nog nooit gezien. Ja, maar met die kou doe je dat 1, 2, 3 niet. Dat doe je gewoon omdat dat moet en je belooft het bij leven. Dus ja, dan kom je dat na. Maar nou ga ik naar binnen. Want ik ga ook een boodschap doen. Hey, rustig aan, wijfie. Dankjewel, lieverd. Dankjewel. Groetjes aan. Oh, het is hier beter dan buiten. Ja, maar dat wist je al toen je van huis ging. Ja, dat is waar. Nee, ik moest wel. Ik moest wel naar buiten. Was ook lekker weer, toch? Even iets één. En dan gaan we eventjes doelloos rondrijden. Eitjes heb ik. Moet ik naar zolder toe? Ja, ik moet naar zolder toe. En katjes, ik had geen echte, maar dat is wel duur. Nou hoor. Ja, dat ga je weer van die karren in de weg weg. Dat was een kar die in de weg stond. Oh, ik ben aan het vloggen ook. En dan horen ze die herrie. Dankjewel. Maar ja, je weet, ik ben handig genoeg, hè? Dat weet je. Van beuken. Gewoon vloggen, als je dat nou zegt. Mag ook. Dat weet ik. Dat had ik jou al gevraagd. Ja, je zou hem ook volgen. Ik weet niet of je dat doet. Ja, nu ja. Ja, ik heb hem gevolgd. Ja? Ja, maar ik vergeet een bericht te sturen. Nou, dan ga je nou maar weer. Want dan heb je ook nog mijn... kun je hem ook nog helpen te ondersteunen met mijn verdriet. Afgelopen dinsdag gedeelte van het as van mijn schoonmoeder uitgestrooid. Afgelopen zondag was mijn man alweer een jaar geleden overleden. Dus dan weet je het wel, hoe moeilijk ik het momenteel heb. Ik heb een big smile, maar daar. Afgelopen donderdag is oud klasgenootje mij overleden. Hoe oud? 17 jaar. Ah, wat had ze? Hartstilstand. Is ze verkeerd of niet? Zo gezond als een vis? Ik weet niet alle details. Nee, ai. Een beetje minder. Maar... Oh ja, ook gezondheid liever. Kijk wel. Ik zoek paarspullen, voor op de paarskleed van tafel. Aan het begin? Gemeen, hè? Kom daar weer niet? Aan het begin straks. Aan de linkerkant, of aan het midden? Nou ja, ik zie dan ook. Ik wil zeggen, als u straks... Ik maak mijn rondje gewoon. Maak gewoon lekker dat rondje. Komt het vanzelf wel tegen. Daarom, lieve. Tot zo. Nou, twee spiegels. Ga ik zelf mooi maken. Ik heb diamantjes, dus ja. Kijk, dit zijn de paaskleden die we hebben. En zijn dat ook ronde nog?
rondes toch? Nee, dit zijn geen rondes. Er zijn alleen maar vierkanten. Dus langwerpig eigenlijk. En dat zijn papieren of? Dit is papier. Een beetje dat speciale papierachtige. Ja. Dus, hier hebben we ook nog servetten van deze. Ja, servetten exact. Hebben we deze ook nog? Ho. Ja. Ik moet hem dubbel kunnen vouwen, want het moet op een ronde tafel. En als hij dubbel gevouwen wordt, zit hij op 1 meter 10. Nou, het is een ronde tafel. Als je dubbel gevouwen zit hij op 1 meter 10 ongeveer. Ja, want op de eettafel heb ik nog die afkennee met dat is een hele dikke plastic met dat filter rond. Ja. En die is ovaal rond, laat me zeggen. Dus, ja. Maar ik heb een hele grote ronde eethoek. En dan denk ik, nou, ik leg wat ik niet nodig heb, leg ik gewoon achter tegen de muur op. Ja. En dat die aan de voorkant gewoon netjes hangt. Krijg ik gasten en ik moet de tafel uitschuiven. Dan past die over de hele tafel. Ja. Zo groot is die. Geweldig. Ja. Hey, in principe is de lengte zit hier voor 2,20 meter. En dan gewoon de eenvoudigere unies. Ja, en die zijn dezelfde lengte, zeg maar. Dan geef die maar, die kijk tenminste op vouwen. De gele? Ja. Prima. Een kostuum, weet ik niet eens. Ik ga gelijk voor je kijken. Nee, ik weet niet of ik uit mijn hoofd wat het kost. 4 euro, €3,99. Oké. Die is veel. Ja, zo. Ja, het is ook een beetje papierachtig is het een beetje. Ja. Nou ja, maar als je een beetje netjes op je spullen bent, kun je dat jaren mee. Daarom, dat is ook zo. En in principe ben ik maar alleen. Ja. Want ja, mijn man die is er helaas niet meer. Dat was afgelopen zondag een jaar geleden. Dat gaat te hard. Doet zoveel pijn. Ja. Kijk, van buiten lach je, maar van binnen je huilt. Ik voel hem al. Ik voel hem al. Sorry, maar ik heb er heel gevoel op voor hoor. Dus, ja. Ik was blij dat mijn vriendin bij me was, maar die zit in hetzelfde pakje. Ja. Want die haar man die is 10 februari overleden vorig jaar, dus die kon ze de 16e wegbrengen. Ja. En de 25e ging mijn man en 3 maart kon ik die van mij wegbrengen. Ja. En, maar ze waren allebei veel te jong, enkel haar man was ziek, had een ziektebed vooraf, dus die konden er naartoe leven. Maar mijn man, vanuit het niets, hij had een onderspierziekte, maar daar is hij niet aan overleden. Hij had meerdere dingen dan alleen nog dat. Okay, het had niks met zijn spierziekte te maken. Hij had ook onder andere leukemie. Oh, lekker. En dat weet je dan niet. Nee. Zo staat hij s'avonds nog buiten te roken en met de hond te spelen. We waren beide wat verkouden enzovoort. En s'nachts ging hij in één achteruit en de volgende ochtend om 6 uur weg. Maar zit hij nu een beetje? Nou, en dat was dan in Alkmaar. Ja. Heel veel sterk heeft. Ja, nou het doet heel veel pijn. Ja, nou ja, ik snap hem. Dus, nee. Maar ja, ik dankzij hem heb ik Pokémon op mijn telefoon. Ja. Daar moet ik ook nog naartoe, is ook zo. Ik moet nog naar Vodafone. Oh, oké, ja. Moet ik ook nog even naartoe. Maar, en ik vlog. Ja, leuk. Ja. Echt, je kunt me volgen. Die ene jongen, die ik weet niet hoe die heet, maar Thijs. Die volgt mij. Thijs, dat is mijn zoon. Is dat je zoon? Die volgt mij. Okay. Vraag het maar. Ik ga het even aan hem vragen. Ja, ik had hem. Vaker, dus ja. Dat ja, als je het natuurlijk mag, dat, want ik heb het de vorige keer aan hem gevraagd. Dat van mag ik hier vloggen? Want ik vraag je, dan dat mocht. Nou ja, vind ik lief, dus doe ik het. Ja, ja, het is ook niet goed. Dus. Ja, schat van een jongen. En van wie is de zaak eigenlijk? Ja, ik zei nog, maar wie is beheer? De Ja, maar je hebt iemand die is manager of zo. Ja, dat is een collega, die Oké. Nou, volg me ook maar, vind ik leuk. Krijg ik weer een volger erbij. Telt ik maar op, ik zit geloof ik nu op 101. Oh, leuk. Ja. Ik ben net een half jaar, ja, even iets meer dan een half jaar bezig. Ja. Nou, je zult even lekker dagelijks leven even door, wat je allemaal meemaken. Het is een soort met eigenlijk dagboek die je eigenlijk in laat lezen. Ja, al wel een heel leuk idee. Ja. Dus, En ik ben dan Corine Luisterburg de Jong, maar mijn nickname is Lafkatje Lafhart, want ik heb de nickname van mijn man erachteraan gepakt, dat was Lafhart. Ja.
En mijn beesten, hè, de beestenboel. Oh, nou, dan bent u bij mij het goede adres. Ik heb er ook veel van over, maar dat zal u wel. Die komen ook op de vlog. En ik doe het ook eens namens de dieren. En dan is het namens mijn vrouwtje. En dan ja, namens leuk. Ons zo. Doe het ook ja, wel eens. Geweldig. Nou, ik ga maar ik heb beter die kant om. Dan moet ik hun af in de gaten houden. Want ja, ik ben achter hun. Dus, dat is voor mij beter. Achter de jongelui. Ja, achter de jongelui. Nee hoor. Nee, ik moet ook betalen, maar... Zo kom ik er, anders kom ik niet bij je. Dan mag die naar mij toe komen. Gaat ook niet altijd op. Ja. Ja, dank je. Tot kijk, lieverd. Ja, ja. Het zonnetje is lekker. Maar buiten, het is echt een roetje koud. En dan heb ik ook nog, ja ik heb ze wel bij me hoor, maar ik speel ook Pokémon en ik vlog. Nou al pinnen en dat op die leeftijd. Zo. Ze kan er amper bij. Ze moet op de teentje staan. Dat bestond vroeger nog niet. Dat hadden we vroeger niet hoor. Dankjewel. Fijne dag. Hetzelfde. Ga even de ruimte in. Kom op.
Even de kassabon opruimen. Zo. En dan mijn zonnebril pakken. Zo. Sorry, belorie. Nou, dan gaan we weer met die banaan. Zo, dan gaan we naar beneden. Wat zullen we vanavond eten? Ik weet het even niet. Mijn maag is een beetje verstreken ook. En ik heb trouwens weer eens zin in een patatje. Tijd geen patatje gehad. Ik ga dat patat meenemen. Lekker patat uit de oven. Is niet te vet ook. Ja, ja, ja. Kijken of het hier druk is. Komt wel. Ga ik nou niet doen. Nee, want mijn bril die klemt bij mijn neus. En dat doet zeer. En ik ga altijd naar half anders. Want alleen dat de prijs is anders. En ik word er weer niet voor betaald. Nee. Is dat even balen? Nieuwe halen. O zeeman, o zeeman. Bedap. Goh. Ik ben benieuwd wat dat wordt. Wow. Hier gaan ze ook alweer sluiten. Ik ga nog even naar de Vibra. Ja, maar ik neem jullie weer lekker mee. Ja. Naar de Vibra. En dan eventjes boodschapjes doen. Oh. Nou, dan gaan we. Dat kan daar wel, ja. Ik kan tussen de paaltjes door. Zo, dan gaan we hier naar binnen. Wow, lucky day. Dan gaan we tussen de rekjes door.
En het is hier lekker warm. Ja, ja. Dan moet ik mijn zonnebril weer even af hebben. Dan zien we weer even meer. Ja. Oh. Wat is het koud, koud? Hoi. Ja, ja. Gaan we hier tussendoor. Het vak is nog zo goed als leeg, zo te zien. Ik ga toch even kijken. Kaarten, hè? Ik zoek kaarten. Als ik die tas eraf verrijk, kan ik er ook niks aan doen. Dat is een curl. Nee, ik heb geen verjaardagen. Het is gewoon zomer. Blanco. Hoe is dat blanco? Nou, dat is geen blanco hoor. Dat is niet blanco. Is niet blanco. Nee. Er staat blanco bij, maar het is niet blanco. Nee. Zo goed als leeg. Cool, wijd, kilo, kilo op. Sasa, dat is zo'n oud nummer? Zo dan. Dat is ook blanco. Nee, is dat jaren genoeg? Nou. Blanco is bij mij blanco, want er staat er geen teksten op. Maar toch wel. Nou, jammer dan. Ik kan geen kaart kopen. Kaarten. Een kaarten hebben. Maar weinig kaarten hebben jullie, hè? Dat hoort niet eens. Zeg het met bloemen. Wat kosten ze hier, die dingen? Er staat geen prijs op. Oh, hier. Zo'n 1 euro. Ik denk dat ik toch voor echte ga, vind ik mooier. Dat vind ik vele malen mooier. Nou, ik weet het even niet. Gaan we verder. Niet te vinden hier. Gehad. Zo. Nou, hetgene wat ik zocht is er momenteel niet, want de vakjes zijn goed of leeg.
Oh, het is koud. Oh, wat is die koud? Oh, wat is die koud? Oh, wat is het koud, koud, koud? Dan gaan we hier door. Oh, lekker warm die kachel. Wat zullen wij eten? Oh, je patat, hè, had ik het over. Is ook zo. Ja, patatje. Dat is een robuuste staart. Gaat eens een melk in te komen, alsjeblieft, melk in. Eerst hier naartoe. Is dat er nog? Diner? Moet diner hebben. Kijken wat dat is. Ik moet diner. Ja, dat is diner. Mooi, dat is dat diner. Voor mijn hondje. Dat is één. Goed, hè? Dan moet daar naartoe. Kattengerit. Zo. En dan hebben we nou afdeling kattengerit. Ja, Karin, ben weg. Ja, ben er niet. Nou, ben ik stiekem. Dan geef ik geen antwoord. Zo is dat. Kan niet alles tegelijk. Chakattenvoer. Zo. Denken. Ik haal dat even omhoog. Dan kan dat liggen. Zo. Oh, het moet omhoog. Zo kan het ook. Ja. Ook even denken. Dat is Fouché, dat is Babi Pangang. Ik had gehoopt dat de hoofdstalvlees er ook zou zijn. Ik dacht dat het ook altijd in. Maar ja, Haché is ook lekker. Maar dan kan ik moet even achteruit een stukje. En dan moet ik kijken of ik kan gaan staan. Ja, dat gaat. Met moeite en pijn. Want dat is ook lekker. Haché met patat. Ja, waarom niet? Ah. Dan gaan we op een patatjacht. En dan moet ik hier weer eten. Vlaamse patatjes. Lekker, lekker, lekker. Vlaamse patatjes. Ja. Zo. Nou, en ik heb nou witte wijn. Dus gaan we nou op de rode wijn af. Zo, hier ook, kijk. Moet ik ook weer achteruit. Hup.
Ja, daar was die. Zullen we die aan die kant leggen? Zo. Ja, ja, la, li, do, li, li. Ja, ja. Nou, nee. Niks bijzonders hier. Nee, stuk soort handdoek hoef ik ook weer niet. Nou, dan gaan we even langs het vlees. Kijken wat daarvan te halen. Ja. Ja, wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Nou, wat denken jullie? Gewoon een kippetje erbij. Oftewel een kipburger. Ja, een lekkere kipburger erbij. Dat is ook lekker. Nee, ja, ja, laat me leggen. Niet voor vanavond, maar voor van de week gewoon een keer. We hebben nog meer dagen dan enkel vandaag. En ik heb nog vlees in de koelkast leggen. Je weet ook zo langzamerhand wat je eigenlijk eten moet. En dan, als er die lust, geen vis. Nou, gaan we toch even die hoek in. Even daar naartoe. Ja, 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 ja. Pom, 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 pom. Dan weet je het niet, en dan weet je het niet. Ik weet het gewoon eventjes niet. Waar ben je, Melvin? Ik kom eens niet, Melvin. Oh, kijk, hier al lekker. Wat is dat? Kant-en-klare Chinese bami kip met ketchup. Dat ziet er lekker uit. Dat ziet er lekker uit. Ja. Met milieu ook. Ja, ja, ja. Dat ook zo vast maar meenemen. Een toetje voor haar. En die mevrouw moet ook al klimmen. Oh. Pom, pom. Ja, zo gaat het. Ik heb er toch totaal geen zin in. Echt. Je weet gewoon niet meer wat je moet nemen. Gosje, denk ik, wat voor toetje. Ach, dom ding. Pam, pam, pam.
Wat is dat? Dat weet ik niet. Ik zie, kan ik daarbij? Nee, ik kan er niet bij. Hoe moet ik dat hebben? Nee, daar kan ik niet bij. La la la. Twiddelelied. Ik kan er niet bij. Bij. Wilt u even helpen alsjeblieft? Ja. Die van 79 cent wou ik hebben. Die van 79 cent? Ja. Ja. Even vooruit, ja. Deze? Ja, correct. Eentje? Ja. Goed zo. Ik moet het toch niet. Ja, alsjeblieft. Het is voor vrijdag voor mijn vriendin. Ja. Hoi, hoi. Daar ga ik ook even kijken. Even nog hier op kijken. Even de schoppen loeren. Nee, geen zin in. Geen zin in. Geen zin in. Dat is duur. Nee, geen zin in. Ja. Is wat. Dat heb ik nog. Weet je wat ook wel lekker is? Kan ik ook wel doen. Ja, laten we dat eens voor vrijdag doen. Gebakken krieltjes. Gewoon een, hoe noem je dat? Een kool. Zo, die heb ik. Dan moet ik een blikje cornetbeef hebben. Gaan we dat opzoeken? Groenten heb ik wel. Persiebomen doorheen. Oh, dat gaat aan, man. Wel nee, kan die kant ook op. Op zoek naar een blik cornetbeef. Lekker. Maar waar staat het ook alweer? Even goed denken. Want ik weet het echt niet waar dat nou staan kan. Oh, je moet ook nog hebben. Zo, hier ook. Nou, moet er een blikje cornetbeef zien te vinden. Allee, waar staat dat dan? Hier, ham. Hier ook, cornetbeef. Ook. Goed zo, hebben we ook. Ook gevonden. Nou. Zo. Nou, dan heb ik een heleboel boodschappen. En dan moet ik daar bezig.
Dus ik zit jullie even uit. Ik zag wat vallen, dacht ik. Of ben ik zo gek? Hey, ik hoor helemaal niks. Word ik mee? Zo. Nou, en dan op weg de winkel uit. De boodschappen zijn binnen. En dan zo op huisje aan. En ik ga eerst even die kant langs. Even op zijn hart. Oh, de stijgers zijn eindelijk weg. Zo. Nou, en dit was het dan. Ja, die hebben we dus gekocht voor ons hondje. Ja, we lopen voor langs de dinerbrokken weer. Nou, dan dat gaat de kast in. Ik heb 2 zakken kattengrit gekocht. 1 rode rakker. Nou, dan zullen we de boel eens eventjes laten zien. Nou, broodjes gekocht. Ik geloof dat ik hem hier neerzet, maar de standaard wil nog niet zo. Nee. Broodjes. Nou, 99 cent bij de Dekamarkt. En nee, ik word niet gesponsord. Ik word niet betaald. Nee. Ik maak reclame gewoon. Ja, op zijn Jan Boerenfluitjes. Nou, wat hebben we ook gekocht? Krieltjes. Om te bakken. Voor vanavond natuurlijk. Patat. Deze. Dat is, even die weg, ja, wat staat daar? De Vlaamse frietjes. Ja, nou, die heb ik gekocht. Deze is trouwens voor vrijdag. Nou, dan heb ik hasje. Dat doe ik bij de patat, lekker. In plaats van stoofvlees kan dat ook. Nou, dan heb ik voor de week, hoe heet dat? Kipburger. 2 stuks zitten erin. Nou, voor vrijdag. Voor bij die krieltjes. Cornetbeef. Dan gaat er ook spersiebonen of doppetjes met worteltjes erdoorheen. Dat is lekker. Nou, voor Astrid. Een verwend toetje. Dat is, ja, weet ik veel. Kunnen jullie dat zo zien? Zal ik zelf even mij kijken? Ja, nou, dan weten jullie ook wel wat het is. Toch? Ja. Dat is voor Astrid. Ik hoef voorlopig niet. Nee, ik moet het nog steeds niet hebben. Nou, nog een zak met broodjes. Hetzelfde. Maken een pak. Dan ook voor van de week. Nou, kijk. Dat zei ik al in de winkel. Chinese bami, kip, ketchup. Nou, dat is toch lekker? Ja, nou, dat vind ik dus wel. Zelf maak ik dat niet klaar, maar ik vind het wel lekker. Nou, een fles wijn. Van Hoop Huis. Dat verkoopt gewoon de Vomer. Zowel de Deka. Ga je even naar de kant, meneer? Nou, wat hebben we gekocht bij Xenos? 2 spiegels. Voor die gekke, idiote glazen plaat. Maar ik heb diamanten. Die heb ik nog van mijn man gehad. Ja, geen echte, van die plastic dingen. En die ga ik zo langs de rand plakken. Lijkt me leuk. Als het af is, laat ik het jullie zeker zien. En als ik hem zo meteen uitgepakt heb, ook. Ja, moeten er 2 in zitten, want ja, hij is zwaar. Dus. Maar dat komt goed. Ja. Komt helemaal goed. Ik zal hem eventjes daar voorzichtig neerleggen. Zo. Nou, en dan hadden we nog, ook bij de Xenos, een tafelkleed op de plontafel. Kleurt aardig bij het zeil wat hier op de eettafel ligt. Vind ik zelf. Ik zal het jullie laten zien. Kleurt er aardig bij, hè? Ja, vind ik een goede keuze voor mezelf. Ja, ben er blij mee. Want dit is van dat veld, ja. Maar ja, dit kan ik dubbel vouwen, want het is een rechthoekige.
Dus dan wordt hij te groot van die salontafel. En dan vouw ik hem dubbel. Nou ja, een kwart vouw ik om. En dan leg ik hem over de salontafel heen. Maar dat laat ik jullie ook wel zien wanneer dat af is. Ja, nou. En dan de zakkrokantjes weer voor de poezenbeestjes. Nou, en dan gaat dat mooi in zijn geheel. In die tas met die zakken kattengrit. En morgenochtend, dan komt die man die heet Jak. Nou, wat is Jak? Vind ik geen naam. Jak. Vind ik geen naam. Dus, die noem ik hetzelfde als mijn man, Jack. Ja, en die mag het naar boven brengen. En anders doe ik het zelf met de stoellift. Mijn minuten zwaar, heb ik kapot. Verga van de pijn, ja. Dat ja, lieve vrienden, dit is het dan zo'n beetje, hè, bij de afwas. Ja, de afwas, dat is nog niet zo veel. Dat moet toch de vaatwas erin. Dat verzamel ik wel bij elkaar. En dat ga ik nou even opruimen. Dus, ja. Dat gaan we doen. Ja. Nou, jullie zien het verder allemaal. Ja, dus dat is goedkope wijn en ook lekkere wijn. En daar je witte van en je de rode van. En ik draai altijd om. Ik wil ook wel eens een andere fles wijn hebben, maar dan ben ik bij de Vomar. En die hebben dan zo'n hele grote bakken. Hebben ze dan. En daar zit allemaal koopjes in. Allemaal koopjes. En er zitten dan ook wel een flesje wijn bij of andere flesje drank, wat ik ook wel lust. En die zijn dan ook heel goedkoop. Dus ja, dat neem ik dan ook eens een keertje mee. Maar dan moet ik bij de FOMA geweest zijn en nou is ik bij de Deka. Dus lieve vrienden, tot straks. Ja, ja, ja. Ik ben echt tevreden mee. Voor de Pasen is het mooi. Ja, en desnoods, dan heb ik nog wel een tafelzeil ervoor. Ja, een leuk servetje er al, klein kleedje erbij. Netjes. Brandschoon allemaal, ja. Toch netjes zo, nou ja, zo zie je het. Zo zit het al in de verpakking. Ja, nou, dat krijg je niet goed. Althans, ik niet. Dat gaat alweer terugvouwen. Ja, nou ja, boeien, het is een schelen die er naar kijkt. Ja, toch? Vind ik van wel. Nou, en dan ga ik zometeen even lekker hobbyën. Ik heb de diamanten. Ja, een shakkie. Ga ik straks even puzzelen. Vind ik leuk. Ja, ik laat jullie het zo zien. Maar ik ga even nou pauzeren, want ik ben continu maar bezig. Ja. Dan ik verneem het aan mijn rug. Dat even een bakje koffie weer erbij. Dan ga ik eerst even puzzelen van zo wil ik het, zo wil ik het, zo wil ik het. En dan laat ik het jullie zien. Dan ga ik het in elkaar lijmen. Leuk. Ja. Geweldig. Oké, tot later. En toen zei mijn camera van doe het zo maar omdat mijn batterij vol was. Ja. Of is. Dus ik heb mijn lader even gezet en nu even met mijn mobiel verder. En zo zien jullie het dus, dat ik die steentjes erop plak. Maar ja, net zoals ik al zei, ik heb de lijm al aan mijn vingers zitten. En ik werk met secondenlijm, dus kun je nagaan. Voelt rot aan. Maar ik ga nou een beetje lijm erop spuiten en dan van die steentjes. Zo. Ik heb nog, ik heb ook nog groter, een paar. Maar ja, in ieder geval, dat komt goed. Dus ja, ik ga er zo even verder mee. Nou, dit is de spiegel en ik heb meerdere. Er werd tegen mij gezegd. Het zijn twee spiegels, ja. En de rest, ja. En dat zijn die diamantjes, maar ik heb de lijm al aan mijn vingers zitten. Ik zou op ieder diamantje een druppeltje lijm doen, maar dat ging niet. Dus ik heb ook een klein beetje gemorst. Maar ja, dat is ook, ik doe het voor het eerst. Maar ik ga nou gewoon lijm langs de rand doen en dan steentjes erop doen. He, dus lijm erop smeren en dan hup. En wat die nou heb, ik weet het niet. Nee. Hij wil niet eten. Wat doen we daaraan?
Ja, ik zou het echt niet weten. Marlontje, dat ben je, hè? Ja, Marlontje, dat ben je. Ja! Ja, je bent Marlontje. Wat gaan we doen? Een boefie. Oh, wat doe je allemaal? Hé, kerel. Nou, jij bent lief. Je bent lief, hoor, schat. Ja, je bent lief. Hé, je bent lief. Ja, hè. Ja, je bent lief. Ja, nou. Nou, dankjewel. Nou, je rijdt me weg. Ha, ben je nou? Oh, daar was die. Ja, nou, lieve vrienden. Ik ga niet zo dan even doen. Moet je een gekje doen? Moet je een gekje doen? Oh, moet jij je even verschuilen? Oh, zo dan. Zo dan. Zo dan. Ja, is jouw kussens, hè? Ja, de bank is helemaal voor jou, hè? Voorheen niet, hè? Nee, lag je met z'n tweeën op de bank, hè? Baasje, jij, hè? Ja. Nou. Oké, lieve mensen, ik sluit af. En, en ik zou zeggen, een hele fijne avond. Geniet ervan. Morgen weer een nieuwe dag. En daar maken we ook weer wat van. Ik zou zeggen, een hele, hele liefdevolle avond. Geniet met elkaar. Geniet van alles wat jullie doen gaan. Voor later welterusten, lekker slapen, mooie dromen en God zegen. En tot aan de andere kant van de nacht. Doeg!